Melding. Maar ik ben wel benieuwd wat dit gaat worden na zo'n rustige dag. Ja, het zijn de enige vrije ammu nog, dus... Ja, iedereen heeft het druk, hè? Ja, het zal nu maar een mooie zijn dan. Zo, auto open. Eens even kijken. A2 Dia South Milton Drive, directe inzet. Verder nog niks te zien. 134 A2 Dia, we zijn nog aan het uitvragen over. Ja, begrepen voor de 34. We gaan alvast rijden. Kan jij even de navigatie aanklikken voor mij? Staat er ook meteen aan rijdend en navigatie staat erin. Kom al wat info. Kijken hoor. A1 wordt het. Onwel worden meneer. 134 A1. Ja, we hebben hem gelezen hoor. We gaan A1 die kant op. Onwel worden meneer, belt zelf, heeft telefoon opgehangen. Geen contact meer te krijgen, verdenking reanimatie. Politie rijdt mee. Tweede ambu komt van een andere regio. Oké, duidelijk. Ja, ik hoorde ook al iets. Daarachter reden ze. Kruising vrij. Wat wil jij zo meteen meenemen? Ja, gezien de tweede ambu van een andere regio gaat komen, nemen we alles mee. Spoedtas, lifepack, zuurstof en Lucas. Als jij dan de lifepack en de spoedtas meeneemt, dan ga ik alles wel verder mee. Yes. Komt goed. Even het stoepje. Oké, top. Maar wij moeten nog een klein stukje en dan zijn we er ook. Status ter plaatse. Lifepack, spoedtas, zuurstof. Yes, ik heb de Lucas. En de brancard zet ik wel even beneden in de hal. Ja, is goed. Ja, misschien nog even kijken hoe groot die lift is. Hallo. Hey. Hallo. Naar boven? Yes, kom maar. Ik neem de brancard wel mee. Ja, is goed man.
is dicht. Hallo, ambulance. Politie. Nee, ja, meneer, ik haal even een collega met de bonk erbij en dan kom naar binnen. Zet ik geen deurbel op? Ja, ik ga achter, zeg ik graag een collega met de bonk met spoed te plaatsen hebben op de South Mill Milton Drive, Rotterdam stad over. Ja, dank u wel, vernomen. Komt eraan, rijtijd ongeveer 7 minuten, I guess. Dat is wel lang. Mag wel wat sneller. We weten het. Sorry? Mag wel wat sneller dan, 7 minuten is lang. Ja, ik ga het even... Ja, ik heb het goed. Gaan we eens even kijken als we binnenkomen waar die man is. Met hem, of die echt, of het echt een rea is, anders kunnen we meteen die tweede ambu weer retour sturen. Ja, doe jij een sit-rap? Ja, ga ik doen. En hopen dat hij er is. Ja, of het is een... het was opgehangen, kregen wij door. Dus misschien is het wel een nep-belletje. Ja, het zit ook vaak hoor, nep-telefoontjes. Ja, helaas. Oh, ja. Die mensen denken dat ze niks te doen hebben. Nee, precies. Weet je collega waar we moeten zijn? Of, Ik? Ja, jouw collega. Weet hij waar die moet zijn? Ik denk waar die moet zijn, als het goed is. Die heeft dat gewoon, die kan het in zijn PDA zien of in de auto. Ik ga even sit-rappen naar onze meldkamer nu alvast. Ja, is goed. 134. Ja, we staan op dit moment voor een gesloten deur. Via de politie gaat er een eenheid komen met een bonk. Als we binnen zijn, dan ga je meer horen van me over. Ja, dat is begrepen. Dank u wel, 134 uit. Kijk. Ah, heren, welke deur is het? Ik vermoed deze. Deze? Yes. Van de kant? Nee. Ja, hij is open jongens, kom maar. Ah, toppie. Politie. Politie. Iemand binnen? Iedereen even een ruimte pakken. Schreeuwen. Achter de aanrecht. Nee. Hallo, ambulance. Beneden politie. Niks toch jongens? Nee, er ligt niemand. Ja, hier al jongens, in de slaapkamer. Oké. Okay. Oh ja, ah, ja. Kijk. Goedendag meneer, ambulance. Hallo. Oké, geef me door aan spreekbaar, geen rea. Ik doe nog maar even doorrijden, maar op dit moment... Hallo meneer, ambulance. Weet je nog wat is gebeurd? Ik voel me niet goed. U voelt zich niet goed. Had hij daarom ook gebeld? Ja. Kom maar even aan deze kant zitten hoor. Zeg, de telefoon was opgehangen. Begrepen wij. Ik kan niet meer opstaan. Oké. Goed, en de telefoon, had u ook opgehangen of ben u nog steeds aan de lijn met ze? Nee, nog steeds aan de lijn, alleen ik kon niet meer opstaan. Oké, kan iemand van de politie even de telefoon pakken en tegen de meldkamer ambulance zeggen dat het dat we er zijn? Ja, is goed, bellen gelijk even familie op. Of iemand die we gaan kunnen bellen. Ja, is goed. Is er familie die we alvast even kunnen bellen? Kan de politie zich daarmee bezighouden? Meneer Stephanie. Stephanie, staat hij in de contacten? Ja. Nou, dan gaan ze Stephanie even bellen. Wat mijn collega ondertussen even gaat doen, hè, die gaat even wat aansluiten op de borstkast en even om de arm een band doen. Even wat controles bij je doen. Ben je ergens cardiaal mee bekend? Wat is cardiaal? Met het hart. Hartprobleem. Oh nee. Helemaal niet. Oké. Er is anders mee bekend. Diabetes. Iets met de longen. CPD. Ja. Asma. En wel. Suikerziekte. Suikerziekte. Oké. Okay. Hoeveel heeft u gegeten vandaag? Niet veel. Niet veel. Oké. Okay. Het is toch al later 's avonds. Wat ik ga doen. Ik ga even een infusie alvast prikken bij u. Kunnen we zo meteen wat medicatie geven mocht dat nodig zijn. En dan ga ik daar meteen wat bloed uit halen. Gaan we even een... De
bloedsuiker meten, ja? Oké. Okay. Nee, lifepack zit eraan trouwens. Ja, toppie man. Pak even een suikerding. Ja, ik heb het hier in spoedtas. Oh, ik heb een nicht gebeld, meneer. Hij krijgt een voicemail. Ik heb even een bericht achtergelaten. Dat ze mijn nummer, mijn werktelefoon kan bereiken. En met in ieder geval als ze mij belt dat hij ook in het ziekenhuis ligt en waar ze dan heen moet. Okay. En dan dat hij naar het Erasmus gaat, dus dan gaat ze daar ook heen. Als we kunnen even een fiche klaarmaken voor me. Ja, ga ik doen. Dan weet u dat even. Roze. Oké. Okay. Even kijken. En een flush alsjeblieft. Yes. Meneer, de band om uw arm, die ga ik even laten oppompen. Niet schrikken, ik kan een beetje een beklemmend gevoel geven, maar dat is voor de bloeddruk te meten. Oké, ja, ik ben het wel gewend. Oké. Nou, mag even stil blijven liggen, niet te veel praten. Ja, dankjewel hoor. Kun je meteen even een 12 afleiding ECG laten maken? Ja. Moet ik even gaan zoeken voor medicatie hier naar huis? Nee, meneer, welke medicatie gebruikt u zoal? Metformine, insuline? Insuline. Insuline, oké, nou daar hebben we ons antwoord al. Scheelt wel zoekwerk. Oké, maar dat is ook niet van toepassing nu hoor. Oké. Goed, wat we nog even gaan doen, mag nu even helemaal stil blijven liggen, niet praten. Totdat ik weer zeg dat u mag praten, we gaan even een hartfilmpje maken, dan kunnen we dat ook uitsluiten. Als we die hebben gemaakt, dan ga ik even een fiche prikken. Ja? Doe maar hoor. Ik ga die schade van de deur even opnemen. Daar komt het. Breng even de bonen in de auto. Nee, joh, even blijven liggen, dan komt, zijn we zo klaar. Even kijken. En klaar. Helemaal goed hoor, dat was het al. Oké. Nou, kunt u tegen een fiche, heeft hij al vaker gehad? Ja, wel vaker gehad. Ik ga even de stuurband om je arm doen. Ja. Oh, ik zie zo wazig. Ik zie bijna niks meer, joh. Ja. Nou, ik ga een beetje verdenken dat u een hypo heeft. Dat zult u ook vaker al hebben gehad, denk ik, hè? Ja, één keer eerder, maar nog niet zo erg als deze keer, hoor. Nog niet zo erg, oké. Ben u ook buiten kennis geweest? Dat weet ik niet meer. Dat weet u niet meer. Nou, blijf u vooral rustig liggen. Mijn collega geeft even een prikkie en dan komt alles vanzelf goed. We zijn bij u, dus er kan niks meer fout gaan. Ja, oké. Okay. Prik. Ja. Top. Heb je de meter voor me? Yes, kijk eens. Ja, dankjewel. Ja, top. Even kijken, 2.0. Dat is wat te laag inderdaad. 2.0 is die. Oh, dat is niet zo best. Ja. Zeg, als we u helpen om rechtop te gaan zitten, gaat dat dan nog lukken, denkt u? Ik hoop het. Ik ben wel echt enorm duizelig. Ja. Nou, wat ik ga doen... Ik mag even een zak ringelactaat klaarmaken met wat glucagon voor me. Yes. Ik ga hem geen... niet te veel moeite laten doen om te drinken of te eten. Doe even via een infuus. Heb toch al geprikt. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan sluiten we die aan. Meneer, ik ga wat glucagon geven. Dat scheelt wat eten en drinken. Kunnen we ook even blijven liggen. Oké. Nou, die zit eraan. Zou je die even hoog willen houden, collega? Ja, geef maar hier. Ja, dank u. Alsjeblieft. Goed. Nou, dan gaan we even het ECG bekijken. De afwijkingen te zien zijn. Mooi sinusritme nog. Gaat het nog? Ja. Oké. Het ritme is goed. Bloeddruk is even kijken, wat hadden we daar? Nou, 140 over 90 ook goed hoor. Even pupillen controleren. Controleer nog even de pupillen hoor met een lampje. Mag gewoon voor zich kijken, even het lampje volgen voor me, ja? Oké. Ja. Nou, is ook helemaal goed. Nou, we zijn nu wat 5 minuten verder. Hoe voelde zich nu? Ja, iets minder... Iets minder. Iets minder misselijk ook. Oké, dat is goed. Ja, mijn zicht is nog wel een beetje wazig. Hoe vaak heeft u al een hypo gehad? Kunnen u dat nog herinneren?
Ik geloof 2 keer eerder. Twee keer eerder. Vorig jaar. En volgens mij daarvoor was het 3 jaar daarvoor. Ja, 2 keer hier thuis of? Eén keer hier. 1 keer was bij een vriend van me. En volgens mij was de allereerste keer was op een feestje. Oké. En wat heeft hij in al die gevallen gedaan? Is toen ook de ambulance gebeld? Nee, meestal heb ik wel wat bij me waardoor ik mijn bloedsuiker weer omhoog krijg, een snoepje of iets, weet je wel. Maar ik heb er totaal niet aan gedacht vandaag. Ik heb mijn kop er echt totaal niet bij. Oké. Nou, wat we dan toch even gaan doen, ik ga dan toch even meenemen naar het ziekenhuis hoor. Hebben jullie niet zo'n trappang daar, zeg maar, die uit een klap? Ja, het stoeltje hebben we ook nog. Moeten we even onderhalen. Evac chair. Want ja, dan kan die brancard gewoon beneden in de gang staan of nou. Oh, kun je deze zo'n stoeltje? Natuurlijk. Dat stoeltje dat ligt in de hal, geloof ik. Die heeft hij ook? Nee, in het appartement als er brand uitbreekt. Ah ja. Dat is gezien. Jasper, kom eens uit. Zeg maar. Ja, in de hal hier, als het goed is, bij de deur, voordeur, zou ook nog algemene hal. Nog zo'n stoeltje moeten zijn, zo'n evac chair. Hoef je die niet bij de ambu te pakken. Ja, ik zie hem. Ja, ik neem hem even mee naar boven. Hier stop je man. Heel goed meneer. Het gaat al wat beter merk ik, hè? Ja, het gaat alweer wat beter inderdaad. Kan je ook wat meer kleur weer. Misselijkheid gaat daarmee. Oh ja, ook al een stuk beter. Okay. Nou, ik ga even de bloeddruk eens overmeten. Kijken of daar nog wat veranderingen zijn geweest. Even stil blijven liggen. Gaat hij volpompen. Ja. Daar is het stoeltje. Ik heb de brancard meteen beneden bij de trap gezet, dan kan hij meteen de brancard op. Goed, nou die loopt nu ook een minuut of 10 in. Vloeistof. Bloeddruk is nog steeds, nou 130, 80, helemaal goed. We gaan eens beginnen met hem recht op te zetten, ja? Ja. Nu wel een tijd tot we dat eens kunnen proberen. We gaan nu even rustig recht opzetten. Mocht het niet gaan, geef het gewoon aan. Hè. Je kunt wat duizelig weer worden, heeft natuurlijk lang op de grond gelegen. Maar als het echt te erg wordt, even aangeven. Ja, is goed. Ja. We gaan u helpen. 1, 2, 3. Ja. Hoe gaat dat nu? Ja, wel wat beter. Oké. Gaan jullie even met hem lopen, dan pak ik hier alle spullen op. Ja. Kom maar. Kom meneer. Altijd voorzichtig. Rustig blijven zitten. En beneden bij de trap gaan we u weer helpen dat u op de brancard kan. Die staat al klaar. Krijgt een lekker dekentje en dan gaat u even mee. Oké. Zo. Ik zal de brancard even op zijn laag zetten. Dan kan u meteen overstappen. Geef die evacuatie maar, dan ruim ik die wel even op. Asje. Nou meneer, we gaan omhoog en dan de billen draaien, op de brancard zitten en dan kan u zo naar links draaiend gaan liggen. Krijgt u een dekentje, lekker warm. Gaat u mee met ons. Oké. 1, 2, 3. Zo, en dan mag u weer gaan zitten, kijk eens. Lekker gaan liggen. Ligt wel beter hè? Dat ja, het ligt wel wat beter ja. Ja, dat dacht ik al. Dekentje eroverheen, vastmaken, zo. Kan iemand boven nog even de Lucas pakken, die hebben we niet meegekregen. Ja, ik ren wel even naar boven. Toppie. Iedereen is kapot. Oh ja, dikker niet gezien. Plak er alleen maar op joh, gek. Nou meneer, mag u lekker achterin gaan liggen? Ja. Verwarming aan. Lekker warm. Hier is die Lucas nog. Ah ja, thanks. Yes, dankjewel. Een momentje nog, ik zit nog niet. Ja, ik kan hoor. Ja, ik ben even de navigatie aan het instellen naar het Maastad. Geef jij dat even door, MKA? Ga ik doen. A2'tje. Yes. MKA, 134. Eenmaal A2 vervoer vanaf het adres naar het Maastad.
Ja, dat is begrepen. Dank u wel. Goed via het uit. Nou, daar zijn we. Oh, mooi. Mooie kerstversiering hier bij de ingang. Oh ja, ik zie het. Daar zijn we. Zo. Die draait. En dan gaan we naar binnen.